Hallo allemaal en goedemorgen. En nu wat te drinken gaan, maar ik voel me eigenlijk nog steeds waardeloos. Ik ga deze even pauzeren en ik ga nog meer te drinken pakken. Ik ben zo terug. Oké, ik ben er weer. Dat was weinig professioneel. Goedemorgen. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Femke voor president. Dat zou geestig zijn. Femke Halsema als president van de Verenigde Staten. Dat zou een hele hoop grote problemen oplossen, denk ik. Zowel voor die arme Amerikanen. Als voor de rest van de wereld. Ik ben bezig met een reeks soorten met spoiler / semi-spoiler / non-spoiler reviews van wat ik noem kerstfilms. Ik ben van mening dat als een film voldoende sneeuw bevat, dan is dat een kerstfilm. Of een winterfilm zou je het ook kunnen noemen. En ieder jaar, zodra de winter komt, en dit jaar krijgen we geen winter, heb ik te horen gekregen van nu.nl voor de zoveelste keer. En het is sneu dat we geen winter krijgen, want ik krijg gewoon altijd winterdepressie. En het is een echte aandoening trouwens. Volgens mij heet het in werkelijkheid, hier, seasonal affective disorder. Ik wist het wel. Kijk, je krijgt ook meteen suicide prevention, krijg je erbij. Waarom is dat? Nou, het is winter, het is seizoensgebonden depressie. Dat is zeg maar wat het is. Je hebt sommige mensen die kunnen helemaal niet tegen de herfst. Je hebt sommige mensen die kunnen helemaal niet tegen de zomer. Ik kan niet tegen de winter. En hier in de volksmond wordt dat winterdepressie genoemd. Maar in werkelijkheid heet dat SAD. Seasonal Affective Disorder. Kijk, ze denken meteen dat ik mijn polsen ga doorsnijden. Zo erg is het niet, hoor, burgemeester. Ik beloof plechtig dat ik niet mijn polsen ga doorsnijden. Zeker niet tot uw eerste termijn als burgemeester voorbij is. Zou zij 2 termijnen doen? 2 keer 6 jaar? Ik vind dat dat moet. Maar goed, we gaan vandaag verder met... Ik ga vandaag verder met... Een review van dit keer geen winterfilm. Nee, geen winterfilm. We gaan een beetje creatief doen. Wij gaan een winterserie doen. En dit is niet zomaar een winterserie. Dit is een van de beste series die ik ooit heb gezien. 3 seizoenen, 25 episoden zoals u ziet. Dit is een beetje misleidend. Want nu denk je van, nu zit... Wat, zit Dennis Quaid? Speelt die de hoofdrol? Nee. Alleen in een verkort seizoen 3. Daar kom ik zo op. Waar gaat het over? Nou, Fortitude is een stadje. En dan staat er hier perched on the edge of the Arctic Circle. Fortitude is one of the safest towns on earth. There has never been a violent crime here. Until now. Dat belooft veel goed. Hoe ben ik bij deze serie terechtgekomen? Nou, zo ben ik bij deze serie terechtgekomen. Sky Atlantic Series finds it has to take ice to Iceland. Sorry, wat? Staat dat er echt? Ja, dat staat er echt. Dit is een oud artikel. Dit is van 25 december 2014. En Sky Atlantic waren degene die seizoen 1 van deze serie hebben gemaakt. En die hadden bedacht van, nou, wij gaan filmen in IJsland. En dat hadden ze helemaal zo gepland en weet ik veel wat. Maar er was niet voldoende sneeuw. Er was niet voldoende ijs. Dankzij global climate change. En toen ik dat las, toen dacht ik, dat wordt een waardeloze serie. Dat moet ik zien. Maar de serie blijkt dus fantastisch goed te zijn.
Ik begrijp van RTL, die een uitgebreide profiel geschreven. Poes, in hemelsnaam, hou nou even op, man. Je hebt te eten gehad. Shh. Hou op. Nee, ik zeg hou op. Kom op, je krijgt niet nog meer te eten. Anyway, waarom deze serie? Nou, ik begreep uit dat profiel van RTL dat onze burgemeester helemaal dol is op televisieseries. En dat ze er ook aardig wat van weet. Dus als er nieuwe leuke series uit zijn, of bijzondere series uit zijn, dan vertelt zij dat aan haar collega's, maar ook journalisten. Er waren een paar journalisten die zeiden, ja, Femke Halsema, die kwam naar mij toe met allemaal tips over welke series ik moest kijken. En vind ik leuk van haar. Fortitude, zo heet het dorpje. Daar speelt het zich af. Gaat hier. Fortitude is een British horror psychological thriller television series. Een 12-episode series was commissioned by Sky Atlantic. En die kwam uit in 2015. Daarna, want het was een enorm succes. Het is echt fantastisch goed. Ik ga zo een beetje vertellen waar het over gaat. Daarna kwam er een tweede seizoen. Opnieuw van Sky Atlantic. En dat tweede seizoen deed het gek genoeg veel minder. Of Sky Atlantic had er geen zin meer in. Die waren een beetje klaar met sneeuw naar IJsland brengen misschien. Die hadden geen geld meer. En toen stopte de serie. En de fans, mensen zoals ik. Dat zijn mensen zoals ik. Let u op, mevrouw de burgemeester. De fans die gingen toen allemaal piepen en huilen en stampvoeten. Die zeiden, ik wil Fortitude terug. Maak een derde seizoen. En toen is er een derde seizoen gemaakt door Amazon. En dat is een kort seizoen. Dat bestaat maar uit 4 afleveringen. Maar wel 4 lange afleveringen. Ik vond persoonlijk het derde seizoen, ja, het is moeilijk kiezen. Was het eerste seizoen het beste? Was het tweede seizoen het beste? Was het derde seizoen het beste? Ze zijn alle drie fantastisch goed. Het is een klein eilandje wat Fortitude heet. Er is ook maar 1 stadje daar. En daar gaan gekke dingen gebeuren. Ik zal een beetje een synopsis doen van seizoen 1, burgemeester. Er wordt een moord wordt er gepleegd. En dat kleine middle of nowhere eilandje met alleen maar sneeuw en een vreselijke kou. Daar gebeurt normaal nooit wat. Maar er wordt iemand vermoord. En dan wordt er van buitenaf natuurlijk, want daar heb je amper politie, wordt er een soort onderzoeker naar dat dorpje gehaald om uit te zoeken hoe dat allemaal zit met die moord. Dat is zeg maar de hoofdverhaallijn. Tegelijkertijd, een stel inwoners van Fortitude, die vinden een mammoet. Een mammoet die aan het ontdooien is geraakt. Want het is daar niet koud genoeg. Het moet nog veel kouder zijn. Als je de beelden ziet van de sneeuw en zo, dan denk je, gut, dat zal toch wel koud genoeg zijn. Maar nee, niet. De global climate change, het allergrootste probleem van 2019. Dat heb ik gedaan in mijn end-of-year review. Maar goed, en die mammoet, daar zitten een soort, hoe zullen we het eens noemen? Vliegjes misschien, een soort luizenachtige beestjes. En die zitten in zijn huid of zoiets, of in zijn maagwand. En die ontdooi je ook. En dan gaan mensen zich vreemd gedragen. Ik heb op dit kanaal, op mijn YouTube-kanaal, heb ik een spoiler review gedaan van mijn favoriete film aller tijden. De film die absoluut op nummer 1 komt. En die film die heet The Last Winter. En die film die is van veel langer geleden, uit 2006. En dat gaat daar ook over. Alleen dan speelt het zich af in Alaska, ook de Arctic Circle. En daar wordt geen mammoet gevonden. Maar daar wil een oliemaatschappij gaan boren naar olie.
in de, wat is het, die Arctic National Wildlife Preserve. En onder al die permafrost, daar zit, weet ik, bevroren toendra, zeg maar. Maar als die permafrost begint te smelten, ja, dan zitten allerlei vervelende gassen en toestanden daar in de grond. Dat is grote problemen, is dat. Dat is grote problemen. Nou, in Fortitude, daar is het een mammoet en gek beestjes. Dat is seizoen 1. Ik ga niet vertellen hoe seizoen 1 eindigt. In seizoen 2 gaan we eigenlijk verder. Met waar we zijn gebleven in seizoen 1. En daar wordt de moord gepleegd, niet echt, weet je. We zitten nu middenin, ja, een soort piepkleine epidemic zitten we in seizoen 2, waar het echt wel duidelijk is dat mensen ziek aan het worden zijn van iets. En dan draait het om een farmaceutisch bedrijf. En het farmaceutische bedrijf wil onderzoek doen. Naar die mensen die ziek worden. Want ze worden dan weliswaar ziek, maar ze blijken ook stoffen in hun bloed te maken, die zieke mensen, waar je weer andere mensen mee kunt genezen. Beetje complex medisch, farmaceutisch verhaal. Fantastisch goed seizoen. Ja, dus seizoen 1, moord en mammoet. Seizoen 2, farmaceutisch bedrijf en sjoemel met dat farmaceutische bedrijf. Want dat kleine eilandje, die hebben natuurlijk helemaal geen poen, niks niet. Zo'n grote Big Pharma Corporation die daar even binnenkomt. Iedereen krijgt dollartekens in zijn ogen. En ze voelden zich al helemaal niet lekker, mevrouw de burgemeester. En dan het laatste seizoen. Daar zijn ze nog veel verder. Daar is het wel echt duidelijk dat het gaat om te proberen, wat ze willen proberen, is een soort formule te maken van whatever die properties zijn, die je kunt krijgen van die ziekte. Want er wordt daar dan, in seizoen 3 wordt er zelfs gespeculeerd dat je ja, kanker ermee zou kunnen genezen, of heel oud zou je ermee kunnen worden. Nog ouder dan Nancy Pelosi. Absoluut. Fantastische serie. Ik heb wat fotootjes hiervan. Moet je nou kijken, mensen, hoe dat eruit ziet. Prachtig, hè? Dit was seizoen 2, de poster. Welcome back. Dit is de poster van seizoen 3. En dit is het originele deel. Dit is seizoen 1. Ja, ik vond het heel jammer. Dit was volgens mij de officiële poster van seizoen 1. Zie je dat? Met al die vlekken in hun gezicht en dit en dat en dat afschuwelijke weer. Het is daar vreselijk koud en helemaal afgelegen. En mensen zijn niet helemaal stabiel. Omdat ze, ja, exposed zijn aan iets. Echt maar, absoluut fantastische serie. Het is wel natuurlijk een hele zit. Als je 25 afleveringen hiervan wil kijken. Ja, dan ben je wel geruime tijd, dan ben je wel geruime tijd bezig. Ik heb een kennis van mij, want ik kan geen Sky Atlantic ontvangen. En een kennis van mij die kon dat wel. En die had dat heel slim gedaan. Die had zo'n proefabonnement genomen op Sky Atlantic, op haar telefoon, for fuck's sake, want op haar laptop kreeg ze het niet aan de praat. Dat is wel fantastisch, maar via een Android-app kreeg ze het wel aan de praat. En zij wist dan Sky Atlantic de afleveringen te. Let u goed op, mevrouw de burgemeester, hoeveel moeite ik hiervoor heb moeten doen. Dat is toch belachelijk. Maar goed, zij wist Sky Atlantic, wist ze te machtigen. En toen heeft ze een heel zootje van die afleveringen gedownload. En die is gaan delen met vrienden en kennissen. Dus ik heb seizoen 1, ik stapte er heel laat in, het was al bijna afgelopen. Dus dat heb ik kunnen binge-watchen. En daar was ik heel blij mee. En ik weet nog dat ik, volgens mij is het 11 afleveringen, ik had 10 afleveringen gekeken, ik was helemaal verkocht. Vierkante ogen. En toen kwam dan die laatste 11e aflevering. Het was echt een gek, fantastische serie. En toen in seizoen 2
Toen werd het gewoon ergens, denk ik, wekelijks uitgezonden. En toen had ik iemand gevonden die gewoon iedere week een afleveringetje deelde. En toen werd het Amazon Prime en ja, god, dan wordt het makkelijk natuurlijk. He, 4 afleveringen, kwak, huppatee, in 1 keer. Ga ik dit binge-watchen? Nou, mevrouw de burgemeester, ik zit er wel over te denken. Dan zou ik, weet ik niet, later vandaag ergens beginnen. En dan gewoon achter elkaar doorknallen. En dan een heel zootje afleveringen steeds 's avonds kijken. Ik wil een hele hoop andere dingen te doen. Maar goed, ik hoef er natuurlijk niet aandachtig naar te kijken. Ik ken het allemaal. Ik zou het aan kunnen zetten ook een beetje als achtergrondgeluid. Moet je kijken, prachtig poster hè, dit. New Story, New Murder. Dat was seizoen 2. Dat was seizoen 2. Moet je naar kijken, die plaatjes. Ja, god, dit is mijn fetish een beetje. Ik ben dol op sneeuwfilms. Films met zoveel mogelijk sneeuw erin. En deze serie, 25 afleveringen, 3 seizoenen. Mevrouw de burgemeester, dit moet u gaan kijken. Ja, gewoon ergens online vinden. En binge-watchen met die hap. En er komt nog een voorjaarsvakantie aan. Dan zijn die kinderen weer een week vrij. Je moet een heel eind kunnen komen in een week. En u zegt gewoon van, ik voelde me niet zo lekker. Ik heb een beetje winterdepressie. Ik heb een beetje seasonal affective disorder. Ik heb SAD. Suicide prevention. Nee, is niet nodig. Ik ben gewoon op zoek naar informatie. Ik wil helemaal geen zelfmoord plegen. Dit is Google. Google is min of meer zo bang geworden van rechtszaken. Noem maar op. Want het gebeurt in Amerika geregeld dat een of andere gek besluit om zelfmoord te plegen. En dat aan te kondigen op Facebook en zo. Dat vinden mensen mooi. En de klacht is dan van ja, als hij toen hij intikte, ik voel me slecht. Ik voel me niet zo lekker. Toen had er meteen moeten staan suicide prevention. Zou je dat krijgen bij alle disorders? Disorder. Krijg je dan ook suicide prevention? Nee, bij gewone disorders niet. Laten we kijken wat er gebeurt bij depression. Hier, depression. Krijg ik dan? Ja, kwak, komt hij helemaal bovenaan. Zie je, dat heeft Google voor ons geregeld. Ach. Wat gebeurt er als je fortitude intikt? Fortitude. Krijg je dan ook suicide prevention? Voor te doen. Want het is een hele depressieve serie. Het is afschuwelijk wat er allemaal. Nee. Kijk, dus voor te doen kun je gewoon kijken. Er is niemand. Als jij 25 afleveringen. Als u, sorry. 25 afleveringen van voor te doen wil bingen. Met geïmporteerde sneeuw in IJsland. Dan is er niemand die denkt dat u zelfmoord pleegt. Dat is wel prettig om te weten, denk ik. Lieve mensen, ik heb een beetje flauwe grappen over zitten maken. En depressie en zelfmoord is natuurlijk iets heel erg serieus. Dus ik zal het er zelf ook bij zeggen. Mocht je nou heel depressief worden, terwijl je deze video aan het bekijken bent en naar mijn zoetgevoeligste stem aan het luisteren bent. Of moet dat mijn saaie, monotone stem zijn? Nee, mocht je neigingen krijgen en je ineens helemaal niet lekker voelen, bel dan de suicide hotline, weet je wel. En mocht je helemaal depressief worden van burgemeester Halsema, ja, dan weet ik niet. Ik bedoel, ik zal heel eerlijk met je zijn, maar als je echt depressief wordt van deze mevrouw, dan denk ik dat je lijdt aan waanbeelden. Dan is er iets anders mis met je. Dan ben je niet depressief. Maar ja, ik zou wel hulp zoeken dan. Misschien kunnen we dat zelf regelen. Dat we zeggen van mensen die depressief worden van onze burgemeester, die gaan we dwangverpleging geven. Denkt u dat dat scheelt? Want al dat gemopper van het Forum voor Democratie bijvoorbeeld, daar zouden we dan vanaf zijn. Nou, lieve mensen, fortitude.
Back to the topic at hand. Ik ging een beetje off topic. Dit is echt waar een van de allerbeste series die ik ooit heb gezien. 25 afleveringen. En het is 25 keer, volgens mij bijna een uur duurt iedere aflevering. Dus het is 25 uur high quality television. Op het puntje van mijn stoel. Iedere aflevering weer. Van begin tot eind. En kijk toch eens even naar die plaatjes, mensen. Dat is toch niet mooi meer. Dat is toch niet normaal meer. Moet je nou toch eens even zien. Fantastisch, hè? Acteursprestaties, geweldig. Verhaal, geweldig. Het mysterie zelf, wat ontrafeld moet worden, geweldig. De muziek, geweldig. Productiekwaliteit, helemaal top. Ik bedoel, deze mensen waren gek. Ze hebben zelfs ijs naar IJsland gebracht. Vanwege global warming. Dit is much must watch television. Dikke aanrader. Ik wil heel graag weten of mevrouw Halsema, onze burgemeester, Fortitude heeft gezien. En als ze het niet heeft gezien, mevrouw de burgemeester, drop everything you're doing en ga dat zo snel mogelijk kijken. Klaar, kwak een pizza. Gewoon tegen die kinderen zeg je van, jong, hey kids, gooi er maar een pizza in. Of bestel maar iets. Mama heeft het druk, mama moet dossier lezen. Iets in die richting. En dan ga je gewoon stiekem Fortitude bingen. Ik zou dat doen. Lieve mensen, en dat was hem weer voor mij. Ik ben nu wakker genoeg en mijn stem doet het een beetje. Ik ga nu heel veel meer koffie drinken, zodat ik geen pijn meer heb in mijn onderrug. En dan ga ik lekker ontbijten. En laten we hopen dat die storm buiten een beetje stopt. Want van die storm, ja, daar word ik heel erg depressief van. Weet je? Of misschien dat zou ook leuk zijn dat de storm heel erg wordt. En dan kan ik me binnen opsluiten en Fortitude bingen. Oh, moeilijke keuzes vandaag. Moeilijke keuzes. Ik ga me sowieso ziek melden, mevrouw de burgemeester. Ik voel me helemaal niet lekker. Ik heb slecht geslapen. Ik denk dat ik Fortitude ga bingen. En lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.